Wat gebeurt hier precies? We zijn een groep studenten van de Hogeschool van Utrecht die een dag hebben georganiseerd voor een verzorgingstehuis. En dat hebben we gedaan in geheel Nederlands thema. En waarom dit verzorgingstehuis? Nou ja, we moesten voor school dan een goed doel kiezen wat in de buurt is. We hadden eigenlijk al meteen gekozen om het voor ouderen te doen. En toen zijn we een beetje rond gaan zoeken en toen zagen we dit bijzondere verzorgingstehuis in Vecht en IJssel. Heeft u vroeger een boerderij gehad? Nee, ik woonde tegen de boerderij aan. Ik liep altijd bij die boerderij. Zodoende. En u werkte in die boerderij? Nee. Want toen ik eenmaal een bepaalde leeftijd kreeg, boven de 13, 14, toen gingen we met mijn vader naar Utrecht toe. Toen was het een slechte tijd. De 30e jaren waren slecht. En toen ging mijn vader met zijn gezin naar Utrecht toe en dan ben ik hier opgegroeid. Heeft u vroeger ook veel koeien gemolken, mevrouw? Wat zegt ze? Heeft u vroeger veel koeien gemolken? Nog nooit. Nooit? Ik vind het maar vies ook. U bent de moeder van Chantal. Ja. U helpt haar. En waarom helpt u haar? Ik vind het gewoon leuk. En zeker voor die mensen. Vind ik hartstikke leuk. Ik had wat afspraken, heb ik echt afgezegd. En om bij te zijn. Echt voor de studenten en ook zeker voor de bejaarden. U doet mee met de catering. En wat doet u dan allemaal bij de catering? Nou, ik zorg dat het... heb ik voor gezorgd. Vanmorgen hadden wij high tea. En dat was allemaal met Nederlandse hapjes en zo. Cookies, alles. Pepernoten, al die dingen. Zometeen hebben we andere hapjes, zoals kaas. Ja, ze zijn bekend, hè, Nederland. We kunnen niet zonder, hè. Ja. Dus kaas en worst moet altijd bij de feesten aanwezig zijn. Jij bent nu aan het bloemschikken. Ja. Heb je dat al eens eerder gedaan? Nee, zeker niet. Nee, helemaal niet. Dus je gaat het nu eigenlijk leren? Nou, niet leren. Ik ga het gewoon doen. En uiteindelijk is dit een cadeautje voor degene die ons hier toegelaten heeft. Dus daarvoor doe ik het eigenlijk. Nou, we zijn gestart met de miner en de eerste opdracht was om een activiteit te organiseren. Geen jet, geen locatie, geen doelgroep, helemaal niks. En dit hebben we ervan gemaakt. Ja, maar voor alle kanten krijgen we wat. Heeft u dit vroeger ook gedaan? Ja, we hadden dat thuis in. Als kind al. Wat heeft u net gedaan? Edeltje prikken. Dus om de staart op de juiste plaats te zetten. En, nou, dat is gelukt eigenlijk. Goed ziet. En nu heeft u een medaille gewonnen. Ja, daar ben ik trots op hoor. Dat krijg je iedere dag. Heeft u dit vroeger ook gedaan? Nee, nooit gedaan. Ik ken het niet. Maar ja, je hoeft het niet te kennen. Maar het is hartstikke leuk toch. Is dat tot nu toe geslaagd? Het gaat goed, vind ik. Iedereen heeft het naar zijn zin. En er worden fanatiek spelletjes gespeeld. Dus, Ga je dit vaker organiseren? Als school het toelaat, zou ik het wel vaker willen doen, ja. Dus voor school of vanuit eigen initiatief. Dus even afwachten.